Wij laten de nieuwe vloer zien van Asbo. Asbo heeft een vloer ontwikkeld voor de spleetbreedte te corrigeren. En bovendien hebben wij de mogelijkheid om een dichte vloer te bouwen. De spleetbreedtes die zijn volgens Gesetz in Duitsland 18 mm. Door het slijten over de leeftijd worden die spleten te breed en zijn ze niet meer volgens de regelgeving. En dan levert dat een probleem op voor het behoud van de stal. Dat is een manier van renoveren. Je kunt natuurlijk twee dingen doen. In de normale wijze neem je de roosters eruit en leg je er nieuwe in. Erg lastig en erg duur. En daar hebben wij voor die problemen hebben wij een oplossing gevonden. Nou, wat we in feite doen, we maken een vloer. Die maken we weer zuiver. Dan leggen we een coatinglaag erin. In die coatinglaag leggen we strippen in. Na het erin leggen, als ze droog zijn, doen we weer een coatinglaag erop met zand erbij. En dan komt er nog een afschermlaag. Binnen een week kun je dieren weer terug te stallen. En het grote voordeel is, je vloer is gekookt. Dat blijft dus zuiver, vorkdicht. En dat is eigenlijk een heel belangrijk voordeel. Dus ten opzichte van een normale betonvloer die nog steeds vochtgevoelig is. Dit is een systeem met een relatief goede vloer die mooi glad is, waar we goed op kunnen lijmen. Dus als er gaten in zitten, of als de breedte echt veel te breed is, dan leggen we deze erin. En als deze erin ligt, dan gieten we de vloer af en zijn meteen alle gaten opgelost. En heb je een hele mooie spleetbreedte, gegarandeerd 18 mm. Het goede koopsysteem is ongeveer 80 euro. En het duurste systeem 120, dat hangt zich helemaal af van hoe goed je vloer nog is en wat er aan gedaan moet worden. De grootste component is de arbeid.